Marijn Oudenamsen plaatst op Facebook een mooi kritisch stuk over die barinerende lezing van Bas Heijnen. In die lezing van Bas Heijnen zegt Bas Heijnen iets over kunstenaars in relatie tot subsidies. En iedereen begint op Facebook te discussiëren, onder andere Heim of James Donata. De Zijlstra's wereld is niet te bijne, maar een gezonde culturele sector moet op eigen benen kunnen staan. Je maakt iets goeds, iets dat mensen graag willen zien. En dat hoeft helemaal niet platvoers te zijn. En hij zegt ook: Ik ben echt links en ook een echte cultuurliefhebber. Maar intellectuelen die pretenderen dat ze een maatschappelijke meerwaarde hebben, moeten niet als een coma patiënt aan het subsidie willen hangen. Maar als zeloten en revolutionairen het volk beschaven, desnoods het land in brand zetten. Wij gaan reageren op de achterliggende psychologie van zulke opmerkingen ja die Jamie Donata of die Jaime Donata ja. die neemt een soort van dapper standpunt in waarbij hij zegt ik ben links maar toch vind ik dat die kunstenaars verantwoording moeten afleggen voor het feit dat ze belasting ontvangen want dat is nu eenmaal de realiteit binnen de democratie waarom is dat dapper nou hij hij brengt dat een beetje dapper zo van ik ben wel links maar ik durf dit soort dingen ook te zeggen ja dus ik, ik durfde dezelfde dingen te zeggen als Albert Zelstra, ook al bedoel ik het anders. Ja, en dat doet hij ook door een beetje lyrisch te zeggen. De kunstenaars moeten als zeeloten door de straten rennen. Het volk wakker schudden als het volk in slaap gedommeld is, et cetera. Ja, ja, ja. Ja, ja prachtig beeld. Ja, dus hij uh, laat zien: ik ken de kunstenaar een hele belangrijke rol toe. Ja. Wat is dan die rol, die rol van de kunstenaar? Hij schetst dus een beeld van de kunstenaar. Als een soort volksmanner of revolutionair die het volk opzweept om juister te gaan denken. En gaat er daarmee vanuit dat de kunstenaar ook eigenlijk beter weet wat het volk moet denken dan, dan het volk. Maar ik denk dat de kunstenaar hier ten eerste misschien wel helemaal niet toe in staat is. En ten tweede dat de kunstenaar er baat bij heeft om een bepaalde, uh, ja, op een bepaalde manier een kluizenaar te zijn. Zich niet heel erg te gaan bemoeien met wat er allemaal gebeurt en wat mensen en vooral niet met wat mensen allemaal vinden en wat mensen moeten vinden. Maar dat een kunstenaar de, de wereld toch een beetje moet zien als iets wat hij ziet en waarop hij op die manier reageert in plaats van dat hij gaat zeggen wat er aan moet veranderen en wat er moet gebeuren. De kunstenaar is geen politicus. En dus, zegt hij, er is, bestaat een be vervreemding tussen de kunstenaar en de belastingbetaler. Uh, maar ik denk eigenlijk dat er een vervreemding is bij de kunstenaar zelf. De kunstenaar weet zelf niet meer wat hij wil. Juist omdat hij de hele tijd het gevoel heeft dat hij een soort verantwoording moet afleggen voor wat hij doet. Dus de, je ziet juist dat kunstenaars ontzettend bezig zijn met een soort van verantwoording. En uitleggen wat ze doen. En ze doen die dingen, want die zijn goed voor mensen. Ze gaan dit buurtje opknappen, et cetera. Waardoor zij vervreemd raken met wat zij eigenlijk zelf zouden willen maken. En, en dan krijg je kunst die uiteindelijk niemand wil zien. Want zelfs de kunstenaar wil het niet zien. Dus die kunstenaars raken helemaal vervreemd van zichzelf. Wat moeten ze doen? Helemaal vervreemd en helemaal in de war. En Halbe Zelstra die zegt dan: van uh, jullie zijn niet nuttig. En zij zeggen: maar we zijn toch wel nuttig, want we bedoelen het zo goed. En dan gaan ze helemaal in die wel of niet nuttig zitten. En dan gaat het natuurlijk helemaal niet om. En dan verraken ze zo in de war dat ze ook weer Halbe Zelstra nodig hebben voor Die discussie om dan te bewijzen aan halve Zelstra-achtige figuren, want er zijn natuurlijk heel veel halve Zelstra's dat ze wel degelijk nuttig zijn, en dan komen ze helemaal op het verkeerde spoor terecht. Dan krijgen ze zelf eens dat Stockholm-syndroom ten opzichte van rechts-Nederland, die tegen de subsidies is en zo, en dan kunnen ze alleen nog maar denken in die dialectiek. En ze ontwikkelen ze eigenlijk een soort perverse liefdesrelatie met dat rechtse anti-blok, waarbij ze zich steeds laten vernederen, zich steeds laten vertellen dat ze onnuttig zijn, dat ze gewoon harder moeten werken en dat ze op kunnen donderen. En zo raken ze ook eigenlijk afhankelijk van, dat van die linkse identiteit. En worden ze steeds meer vervlochten met dat links zijn en goed zijn. En, en, en progressief denken en LGBT. En, en opkomen voor rechten van uh, weet ik van wie allemaal. En zo gaan de kunstenaars zichzelf steeds meer politiseren. Ho hoezo worden ze daar dan van afhankelijk van die LGBT en zo? Nou ja, als Halber Zelstra tegen jou zegt, of iemand zoals Halber Zelstra, er zijn honderden Halber Zelstra, tegen jou zegt: Je bent niet nuttig. Dan ga jij zeggen. Oh, misschien heeft die meneer met meneer wel gelijk. Oh nee, nee, nee. Maar ik kom op voor de rechten van die en die en die. Dus ik heb wel zeg maar, een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. En ik ben progressief en ik zorg ervoor dat er alles vooruit gaat en dat er meer gelijkheid is in de wereld. Dus je wordt afhankelijk van, die, van dat engagement eigenlijk. En ja, wat gebeurt er dan als, als rechtse mensen gaan zeggen van oh, daar heb je die LGBT-knuffelaars weer en zo. Nou, die hebben dat door. Die zien dat door, die doorzien dat. En ze hebben natuurlijk ook gelijk. Ze hebben helemaal gelijk. Kunst gaat niet over goed proberen te zijn, over een goed mens zijn. Kunst kan ook slecht zijn. Kunstenaars kunnen ook slecht zijn. Je hebt hele slechte mensen die hele mooie kunst maken. Dus dat associatieverdrag met die soort goede doelen, dat is heel lastig. Maar wat moeten ze dan doen? Voor mij hoeven ze helemaal niks te doen. Ik beschrijf alleen maar wat er dan misgaat. Ik ben niet toch? Ja, ja, nee, dat denk ik ook. Zal ik eens aan jou vragen dan, wat we dan moeten doen? Nee, nee, ik wil jou nog even filmen. Ja, wil je mij of nog volgens even filmen? Uh, Oké, okay, je hebt gezegd, kunst gaat niet over goed zijn. Um, maar kunst gaat ook niet over nuttig zijn. Ja, dus uh, die kunstenaars gaan eigenlijk proberen hun nut te bewijzen, raken daarin verstrikt. <coughs> dus die kunstenaars die raken inderdaad helemaal verstrikt in dat morele schijnprobleem. En wat zou nou een oplossing voor die mensen zijn? Ik weet eigenlijk niet waarom ik hier een oplossing voor zou staat te bedenken, maar... Ja, ik denk dat er wel iets, iets, iets mogelijk is. Um... Nou, kijk nou bijvoorbeeld eens even naar dit hier wat hier ligt. Ja, heel lief poesje. Dit is het lekkere dikket. Moet je je voorstellen dat de halve zelfs naar dit poesje toe -to gaat en zegt... Ja, dat kan toch niet langer zo? Je ligt alleen maar in de zon te genieten. Je moet ook gewoon werken voor je geld. Dan gaat dat poesje nog liever kreperen en dood dan tegen Halba Zelstra zeggen: oh ja ja nee 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 ik ga wel proberen om nuttig te zijn. Ik ga goed mijn best doen en targets halen en, uh, en een nuttige bijdrage leveren aan de samenleving. Dat poesje geeft er helemaal niks om. Dat poesje wil gewoon hier liggen en vraagt zich ook niet af waarom wij hem uh, of haar uh, elke dag maar eten blijven geven. Dat komt allemaal gewoon op haar af. Dat is volstrekt vanzelfsprekend. Daar zit het pushen helemaal niet mee. Zo moeten kunstenaars ook een beetje zijn. Kunstenaars, jij kunstenaar, je hebt geen verantwoordelijkheid voor de mensen die jou geld geven om de dingen te maken die jij wilt maken. Daar hoef je helemaal geen verantwoordelijkheid voor af te dragen. Dat is niet zo. Je moet echt meer proberen te zijn zoals dit pushen. Dus je krijgt gewoon elke dag te eten, dat is gewoon zo. Dat ik dat doe is, dat, is mijn probleem. Dat ik elke dag uh, naar de biologische kattenvoerwinkel ga om uh, eten te halen voor dit pushen. Moet ik lekker zelf weten. Halba Zelstra heeft namelijk helemaal niet de intentie om jou uiteindelijk te gaan helpen. Hij zegt: je bent niet nuttig. Vervolgens ga jij allemaal in, 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 in kronkels draaien om te wijzen dat je wel nuttig bent. En vervolgens zegt hij, nou, maar ik heb sowieso geen zin erin. Dus het is een zinloos en eindeloos gebed, waarbij je als kunstenaar steeds verder in de hoek wordt gedrukt. En ook daadwerkelijk minder interessant, minder nuttig, minder waarachtig wordt, minder dat echte pushen wordt. De reden dat ik dit pushen elke dag biologisch vlees blijf geven, is omdat het pushen zo. Echt dat poesje is. Zodra dat poesje zich meer zou gaan dragen als een hond, zou ik dat poesje al niet meer willen. Dat is eigenlijk mijn, mijn tip. Ja, en stel dat poesje zou nu in een soort van existentiële crisis terechtkomen over haar. Het feit dat zij zo verwend is en zo'n poesje is, dan is dat eigenlijk heel erg verwend. Waarom is dat verwend? En verwendheid is eigenlijk een soort uh, psychologische staat. En het verwende kind heeft dingen en krijgt dingen die andere kinderen niet krijgen. En dat kan zich, denk ik, op uh, verschillende niveaus manifesteren. Dus je hebt verwende kinderen die dan vervolgens boos worden omdat ze bepaalde dingen niet krijgen. Omdat ze er niet aan gewend zijn om bepaalde dingen niet te krijgen. Maar je hebt ook verwende kinderen die eigenlijk die niet verwend willen zijn. En die dus eigenlijk. Hun verwendheid, namelijk die positie die zij hebben. waar zij ze zelf helemaal niks voor hebben gedaan. dat hebben zij gewoon gekregen. ze hebben bijvoorbeeld gewoon rijke ouders. zij beginnen dat als een last te ervaren. en denken dat zij zich van die last kunnen ontdoen. door bijvoorbeeld hun hele fortuin weg te schenken. zij gaan dat als het ware problematiseren. en dat is ook een vorm van verwendheid. De enige manier om met die verwendheid om te gaan. is om die bevoorrechte staat. Als zodanig te accepteren.